stickers. We hebben swimwear, spring en summer. Ik vind dat ze de swimwear laten zien. Verschillende sets in verschillende zomerkleuren, uiteraard. Wat ook opvalt is dat we veel badpakken hebben dit jaar. Steeds meer jonge mensen echt een badpak als een fashion item gebruiken en daarom een badpak verkiezen boven een bikini. Voorbeeld daarvan. Voor hele elegante details. Dus het badpak is niet meer hetgeen wat iets oudere dames altijd droegen. Marlies heeft gewerkt met het thema Far East. Marlies laat zich altijd heel erg inspireren door plaatsen waar ze heen gaat, landen waar ze heen gaat op de wereld. En het is veel in Hongkong, omdat wij daar ook een kantoor hebben. Dus heeft ze eigenlijk allerlei verschillende Aziatische landen, gebieden gebruikt om, om zich te laten inspireren. Nou, in sommige sets is dat heel goed zichtbaar. De kooikarpers, met Chinese porselein, waar het goed te zien is. Bij sommigen is het iets minder goed in Azië te zien, maar het zijn wel hele leuke verhalen. Wat Marlies me hierover heeft verteld, wat met Giel. Er is ooit één keizerin geweest in China en zij was de enige die Giel mocht hebben. Dus vandaar is deze op die sterke Chinese dame geïnspireerd. Ik zag Azië niet gelijk hierin, maar wat van hier achter is, het schijnt als je Hongkong, ik ben er zelf nooit geweest, maar als je dat invaart per boot, weerkaatst het licht van het water en van de boot heel erg op de gebouwen, wat zorgt voor deze zachte kleuren, maar ook wel kleuren die je niet zomaar anders in de natuur terugziet.